De hele dag alleen, en dit is wat we voor jou doen, lieve pap. José, mijn zus, nam het initiatief. Die zei, dat willen we doen. Mijn zus José Rikhoff en ik, Rita, hadden het idee om mijn vader of onze vader te verwennen. Mijn broer woont in Oostenrijk, die heeft ook meegedacht. En wij hebben eigenlijk een plan gehad om hem uit zijn eenzaamheid een beetje op te vrolijken. Want hij is 93, helemaal alleen, elke dag in zijn appartementje. We'll meet again, don't know where, don't know how, but we'll meet again. Fijn dat jullie er waren. Lieve pap, we zijn super trots op jou. Lieve Annie, goed zo. Fijne Pasen en we'll meet again. En we kunnen hem opvrolijken met muziek. En dat is voor hem eigenlijk het allerleukste. Dus we hebben een soort programmaatje gemaakt. Een accordeonist gevraagd om de muziek te begeleiden. En we hebben hier gezongen voor hem. En we hopen dat de buurt daar eigenlijk ook van geniet. En dus het samen zijn op afstand toch ook samen zijn voelt. Ja. We'll meet again.